Bassibum. Tevreden trainer, anders kan ik niks constateren. Nee, dat klopt. Ongelooflijk trots op dit elftal. Want je had al een aantal geblesseerden. Blijkt toch dat de spelers die op de bank zitten, die kun je blijkbaar zo inwisselen. En dan heb je weer een volwaardig elftal. Ja, dat is geweldig. En dat is wat ik ook tegen hun heb gezegd. Dat maakt me ongelooflijk trots. Met wat voor instelling waren jullie hier naartoe gekomen? We pakken gewoon 3 punten. We gaan het weer spannend maken? Of, Ja, zeker. We gaan elke wedstrijd in om te winnen. En dat was vandaag ook de insteek. Ja. Je hebt het ook weer wat spannender gemaakt, hè? Want de afstand is verkleind. Je gaat, neem ik aan, niks anders doen de komende weken. Nee, dat zou heel gek zijn. Dus dat ga ik ook niet doen. Nee. Maar is er wel een klein feestje dadelijk in de bus? Jazeker. En het allermooiste is dat er 600 man of 700 man nog in het uitvak zitten omdat ze niet weg kunnen. En ik zie al onze spelers 1 voor 1 naar die jongens toe gaan. Ongelooflijk bedankt voor de support ook, namens de supporters. Want geweldig dat er zoveel uitsupporters meegaan. En ook mooi dat al die jongens nu die gasten gaan opzoeken. De euforie was natuurlijk groot, maar wat ik ook zag was dat de geblesseerde spelers die komen en die worden ook gelijk ook meegenomen. Hè? Ik bedoel, het is wat dat betreft tekende het ook de groep. Hè? Ja, het zijn geweldige gasten. Echt een speciale groep. En dat in zo'n eerste seizoen als trainer, wel bijzonder. Ja. En dan is het straks de knop om en weer naar Telstar? Ja, dus vandaag even genieten en vanaf morgen gaan we herstellen en werken richting Telstar.